Nee, dat mag absoluut niet. Nee. Dan kan het namelijk flink vervormen, jongens. Ja. Dus doe dat niet. Laat het nu gewoon rustig afvoeren. Yo, Tomos fans, in deze video gaan we A tot Z laten zien hoe je een compleet Tomos A35 A52 blok reviseert. Dus echt helemaal van in elkaar naar compleet gestript, elke lager, elke kering. Laten we beginnen. En dan natuurlijk even als tipje, jongens, zorg er natuurlijk wel voor dat je kraan eerst uitstaat. Laten we eens kijken aan de zijkant hoe het eraan toe is bijvoorbeeld met de koppeling. En daarachter kunnen we gelijk snel zien hoe het zit daar met de kering. Want rookte die nou toevallig heel veel of bij jou, is er een hele grote kans dat die kering stuk is, lek is. Waardoor olie, die je natuurlijk daar wil houden, komt bij de cilinder. Laten we zien hoe dat hier is. Niet schrikken gelijk, er zitten wat ringen, zoals je ziet, hier ook een kleintje, per as. Hier zit er nog een. Koppelingshuis loshalen, zuigerstop, zit erin, is de meest makkelijke manier, kan natuurlijk ook op lucht, hebben we hier niet, hebben we expres ook eigenlijk niet in gebruik, misschien hebben we het trouwens wel, maar niet iedereen heeft het thuis. Het hele koppelingshuis, een ring, zit er eerst omheen. Dan vervolgens zit eigenlijk alles verder gewoon vast, behalve nu natuurlijk de eerste versnelling, want daar hadden we de moer uit gehaald. Kijk, je kan eigenlijk zien dat het ook zo wat geborgd wordt eigenlijk als het ware. Want je ziet nu helemaal dat nog een stukje hier erop zit. Dat zijn helemaal haakjes die zich dus gewoon vastzetten in dat spruitstuk aan dat stukje aluminium. Cilinderkop. Dopje 11 in theorie, want het is M7 de draden, de draadende, eraf.
Daarnaast jongens, alle onderdelen die we gebruiken in deze video staan in de beschrijving hieronder. Dus loop dat even na, check dat even, want wie weet heb je een deel of misschien wel alles ook nodig. Nou jongens, we hebben nu dus de krukkast eruit. Zoals je ziet wordt er nu gecheckt op verticale speling. Dat betekent dat er dus eigenlijk verkeerde speling zit op het lager. Dit moet echt minimaal zijn. Kijk, horizontale speling is in die zin niet een heel klein probleem als het maar een beetje is. Want ja, warmte, het zet uit, dus dat moet wat speling hebben. Is dit nou verticaal echt te veel speling bij jou? Is het echt los? Ja, dan raden we sowieso aan om een nieuwe krukkast te bestellen. Natuurlijk ook als jij gaat opvoeren. Methode 1, twee moeren tegen elkaar aandraaien, vervolgens de onderste van de twee gebruiken om druk te zetten tegen je draadtent en je draadtent te verwijderen. Rubbers er natuurlijk voor zorgen dat je niks beschadigt en hem niet al te klem in staal op staal duwt. Wat we ook nog hebben jongens, optie 2, is een demontage tool, een verwijderaar tool voor ja, specifiek draadeindes, tapeindes, hoe je het wil noemen. Stop je er dus eigenlijk gewoon eerste instantie overheen. Dus het is al een combi, het is gewoon eigenlijk een soort van polietrekker. Weer aan de buitenste en dan draai je hem eruit. En daarmee bolg je hem? Ja. En dan draai je hem dan los. Precies, ja. Nou, zoals je ziet jongens, doordat we natuurlijk het voortandwiel eraf hebben, kunnen we deze as er zo uit. Wat je dan krijgt is een aantal lagers hier, die erin zitten jongens, die je dus eigenlijk vanuit de buitenkant ook niet kan zien en ook niet kan bereiken. Oftewel een blind gatbevestiging. Nou, daar hebben we gelukkig een totaal andere toolset voor. Een trekkerset specifiek voor dat. Nou, zoals jullie zien, dit is dus een van de twee opties die we zouden kunnen doen. Dit is natuurlijk de gasbrander, hierbij verhit je je karter. De andere optie is natuurlijk de hittefoons en die hebben wij bovendien ook op voorraad in de shop. Dan gaat het draadend nu uitzetten jongens. Waardoor het onderste stuk dus zo breed wordt dat hij niet meer uit het kart of uit het lager kan en dus onder het lager blijft zitten. Zoals je ziet, die spleet wordt ook breder nu.
Nou jongens, omdat we net gecheckt hebben hoe onze krukas eraan toe is, die is goed, gaan we nu over op lagers monteren. De krukaslagers om te beginnen. Daar hebben we deze tool voor. Ook verkrijgbaar in de webshop. Heel erg handig. Kun je veilig en ja, zonder je krukas verder te beschadigen, je lagers monteren. Nou jongens, we gaan dus niet dit keer het in de karters doen. Maar we beginnen dus met de lagers te verhitten. Vervolgens met een bus, indien nodig, over de krukas zetten. Maar als het goed is en het lager is heet genoeg, zou je er in principe zo overheen moeten schuiven. Het voordeel hiervan, jongens, is dat we nul keer het lager zullen beschadigen. Als we dan vervolgens de lagers op de krukas hebben en we laten die afkoelen, kunnen we vervolgens de karters verhitten en zou het in principe zo in elkaar moeten schuiven. Maar als die echt heel heel heet is, kan die er zo overheen. Ja, ik denk niet dat het handig is om het nu te laten schrikken met koelingsspray. Nee, dat mag absoluut niet. Nee. Dan kan het namelijk flink vervormen, jongens. Dus doe dat niet. Laat het nu gewoon rustig afkoelen. Nou jongens, het volgende punt natuurlijk, wanneer je de lagers klaar hebt om te, ja, in elkaar te gaan eigenlijk weer, is natuurlijk het heel belangrijk dat de pasvlakken hartstikke schoon zijn en netjes zijn. Nou, dat doe je natuurlijk gewoon een pakkingkrabber en indien nodig met remreinig of ander iets om het echt heel schoon te krijgen. Het gaat natuurlijk vooral omdat het oppervlak vlak is en schoon, ja, dat de nieuwe pakking of vloeibare pakking of wat dan ook in ieder geval volledig goed afdicht en goed hecht. Valse lucht is natuurlijk echt een serieus probleem, jongens, dus dat moet je voorkomen. Vergeet natuurlijk niet, jongens, kleine tip, je pasbussen er weer tussen te doen, want het is 1 heel handig en ja, 2 het schuift ook zoveel makkelijker op elkaar. Nou jongens, nu gaan dus echt weer de karters, zogezegd, op elkaar. Hier hebben we een boutset, die kan je losbestellen als complete set, naast natuurlijk de eerder uitgestalde revisieset die we daar compleet hadden liggen. We gaan nu de krukas pakken. De krukas is natuurlijk ondertussen afgekoeld. We zijn even verder. En zoals je ziet worden de handschoenen weer aangetrokken. Want we gaan met gasbranden nu de karters dit keer verwarmen. En dan vervolgens de krukas erin schuiven. Nou jongens, de pakking erop leggen. Doen we nog even een dun laagje vloeibaar erbij. Gewoon even als extra afsluiting. Als je natuurlijk immers je blok helemaal aan het reviseren bent, heb je als het goed is ook gewoon helemaal geen haast. Dus dat kan je rustig laten drogen wanneer de pakking er natuurlijk op zit en je daarna je karter sluit. Vervolgens hebben we 2 naaldlagers, want nu vervangen we natuurlijk ook nog even de as met uiteindelijk je voortandwiel. Deze, de rechter van de 2, heeft een soort van keringetje, een rubberen ring daar erin zoals je ziet. En dat is de uitgaande kant waar dus uiteindelijk je voortandwiel zit. Dus dat is de kant hoe je hem erop zet. Even als wat voorbereiding. Eerst even de lagers inolie, jongens. En natuurlijk ook niet vergeten dat je dat in je en bij je nieuwe naaldlagers doet, die daarin zitten natuurlijk. En dat, ja, valt soms niet op. Jongens, dit is een mooi schemaatje. Kun je vinden in het infocenter. En hierop staat elk moment dat je nodig hebt om aan te draaien. Nou, we zijn nu bij het karter. Het zijn M6'jes. 10 Nm. Daarvoor hebben we deze mooie momentsleutels. Dit is de soort van kleinere variant. Je hebt ook een grotere. Maar deze is juist perfect. Zeker voor de blokjes, voor brommerblokjes.
En die hebben we natuurlijk ook gewoon op de webshop, dus check die ook. Het is natuurlijk sowieso aan te raden in verband met afsluiting, in verband met hoe vast het moet, in verband met dat het niet loskomt, om natuurlijk alles van je brommer op het moment te zetten. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je deze lijst eigenlijk even uitprint of gewoon bij je houdt of op een tabblad opent op je telefoon en dus het op het moment zet. En natuurlijk ook heel belangrijk jongens, doe dit kruislinks. Zeker omdat hier we ook rondom de krukas gaan, zoals je kan zien aan de bouten, is het ontzettend belangrijk dat je dat kruislinks doet, zodat het ook gecentreerd vastgaat. En over centreren gesproken, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat nadat je dit vast hebt, dat de krukas ook daadwerkelijk vast en in het midden zit. Nou, hij zit dus nu vast en dat is verkeerd vast. Dus wat we even moeten doen, en dat zouden we natuurlijk ook met volle maatjes kunnen doen, is de afstand meten aan beide kanten om ervoor te zorgen dat die echt precies in het midden zit. Dus altijd met een kunststof hamer tikken aan beide zijden een keer. Gebruik je voor blauwe of groene Loctite. Op de tapijn is aan allebei de zijden even lang, dus het maakt niet uit hoe je hem erin zet. Zuiger. Heb je natuurlijk zuigerklipjes bij jongens, een naaldlager en een pen. Wat we doen is, we hebben natuurlijk nieuwe clipjes aan te raden, gezien dit natuurlijk een beetje een verend stukje staal is, om hem altijd te vervangen wanneer je weer je zuiger, een nieuwe zuiger, een nieuwe set monteert. Altijd even lekker inolieën, elk stukje. Begin bij de drijfstang, de naaldlager, de pen. In ons geval zitten de zuigerveren natuurlijk er al overheen. Doe die er natuurlijk ook voorzichtig of met een gereedschapje van ons eroverheen. Zeker aan te raden altijd om alvast één kant, voordat je de zuiger hebt gemonteerd, alvast even erin te zetten. Dan kan je namelijk ook gelijk je pen blokkeren en kan je de pen aan één kant erin duwen. En een kleine tip, als je hem gemonteerd hebt en je draait hem rond. Draai hem even één keer extra, zodat je zeker weet. Dan weet je zeker dat hij goed zit. Ja, precies. Sleuven naar de inlaatkant. Of te identificeren door middel van pijl of in of out, aan de bovenkant van de zuiger. Vervolgens heb je je pen al aan één kant, dus die duw je nu vervolgens door het naaldlager heen. En dan vervolgens bijvoorbeeld met een tang even maximaal tegen de andere kant aan. Dan weet je zeker dat je genoeg ruimte hebt voor clipje nummer 2. Pas hier enorm bij op of doe een doek in je karter om ervoor te zorgen dat hij niet, wanneer die zou losspringen, springt je blok in. Anders kan je gaan schudden. En weer even draaien om er zeker van te zijn dat het clipje daadwerkelijk in het slotje zit. Nou, wanneer je dat gedaan hebt, hebben we natuurlijk een extra scheutje olie in de cilinder nodig, zodat het extra makkelijk over elkaar gaat. Bovendien ook makkelijk voor het blokje voor de eerste start. Eenmaal dat rondgesmeerd, gaan we natuurlijk even checken, dat hebben we al gedaan hoor, of de zuigerveren een beetje goed zitten. Die hebben natuurlijk slotjes, daar moeten ze ongeveer zitten. Dan schuiven we de cilinder eroverheen. Eerst een klein stukje, zodat we dicht bij de zuiger komen. Daarna pakken we de zuiger er natuurlijk bij, maar dan zit in ieder geval de cilinder al een beetje recht. Kunnen we hem net op het eerste stukje leggen en waarschijnlijk heeft de cilinder een schuine kant, een soort van conische kant naar binnen, waardoor hij de zuigerveren automatisch eigenlijk al goed duwt. Zo niet kan je een beetje aan de zijkant met je duimen helpen, de duim en wijsvinger. Nou, en helemaal bijna aan het einde moet je hem dan natuurlijk nog even recht hebben op de karters en schuif je hem zo erin. Hij zou dan ongeveer natuurlijk met de zuiger bijna tot aan de bovenkant moeten komen. En je kunt dan ook, als hij op zijn laagste stand zit, checken of zijn poorten helemaal open gaan. Ik kan natuurlijk ook dan even jongens met de duim even helemaal naar beneden duwen en dan zien hoe het zit met de poorten. Maar goed, dit is een brom setupje jongens, dus niet te veel van verwachten. Nou, koppakkingje erbij jongens. Dit is er eentje dus met een ring, dus niet alleen een normale pakking, maar ook een metalen ring in het midden. Die persen we dus natuurlijk weer op het moment. Met de kop dicht. Nou, laten we even kijken hier. Cilinderkop is M7, is 12 Newtonmeter.
En opnieuw jongens, super belangrijk natuurlijk weer, doe het kruislinks. Keringen jongens, dit keringje hebben we twee keer. En vervolgens hebben we een grote, die is normaal gesproken daarachter bij het voortandwiel. Gaan we aan de binnenkant een beetje insmeren met olie opnieuw, zodat het natuurlijk gewoon zo soepel mogelijk en makkelijk en zeker voor de eerste start ook gemonteerd wordt. Dit zijn enkel lips keringen. Dat betekent dat er aan één kant van de kering een veer zit waarmee die afdicht. Aan de andere kant zit een lip, maar dat is een stoflip, dus die dicht niet zozeer af. Wat eigenlijk de regel is, is dat je de zijde waar de veer zit, monteer je altijd naar de afdichte zijde. Dus dat betekent eigenlijk dat als je aan de ontstekingskant kijkt, wil je de krukkersruimte afdichten. Dus dan gaat de veer die gaat naar de krukkersruimte. Aan deze kant is het eigenlijk wat anders. We hebben eigenlijk hier twee kanten die we afdichten. Je wil dat er geen olie naar de verbrandingskamer kan. En je wil dat er geen benzine naar de karter kan. Wat we dan doen is we monteren de veer naar de binnenzijde, zodat we de krukkersruimte afdichten. Niet te ver erin jongens natuurlijk, maar gewoon dat hij in ieder geval gelijk zit aan je karter. En dat hij natuurlijk recht zit. En dat die lip dus overal keurig goed naar buiten zit hier. En dan gaan we naar de andere kant. Als je dus ziet, slaat Jan Willem tot het punt dat hij dus ook voelt dat hij gelijk komt. En dat hoor je dan ook aan het karter. Ja, het is belangrijk dat hij niet te ver ingesleten is, anders dicht die kering dus niet meer af. Kan dus ook een van de redenen zijn, jongens, dat wanneer jij dus kampt met problemen daar, dat daar bijvoorbeeld olie naar buiten komt, dat het dus niet misschien per se ligt aan die kering, maar misschien wel gewoon aan die ring. Dus jongens, vervolgens deze set zo gezegd. Waarom? Omdat je dit in één keer in je blok kan schuiven. Dit is natuurlijk eigenlijk een beetje je versnellingsbak deel. Hieraan gaan we nu niks doen. Waarom? We hebben een heel deel al gedaan, maar we gaan nog een aparte video puur focussen op de vraagtekenveer natuurlijk, die daarachter zit. Completere visie van de hoofdas. Dit schuiven we als set eigenlijk in de motor. Dit moet omdat deze ketting, die kan maar op één manier erop en daarom moet dit in elkaar blijven en dan wordt dit zo gemonteerd. Een tip wat heel belangrijk is, is dat deze is eigenlijk je kickstart ronsel. Die beweegt op deze manier. Deze halve ronde veer, die valt in je karter. Dus die valt in deze holling. En je ziet ook deze ronding, die past daar precies in. En dat is echt heel belangrijk, als die veer daar niet in zit, dus als die niet hierin zit, en dan hangt bijvoorbeeld naar beneden, dan zal je kickstart meedraaien bij het starten of hij zal een raar geluid maken. Dan wordt hij niet geblokkeerd, spant hij dus ook niet aan. Ja, dus dat is een hele belangrijke. Die gaan natuurlijk door de naaldlagers in die voortandwielas. En die zien we dan natuurlijk jongens aan de andere kant weer tevoorschijn komen. Want ja, hier zit immers direct je kickstart op. Nou zul je merken dat hier een klein beetje speling op zit. Nou, dat is niet erg, want als zometeen die koppelingsdeksel gemonteerd wordt, karterdeksel, dan komen hier nog twee lagers in. En het uiteinde van deze as en van de krukas, die vallen in het lager. Dus die worden aan beide kanten opgevangen. Dus die speling is niks om je zorgen over te maken. Koppelingshuis en koppeling hebben we natuurlijk een video over gemaakt. Evenals natuurlijk het vervangen van die lagertjes daar, die naaldlagers die erin zitten. Het vervangen van de segmenten. Opnieuw natuurlijk wel handig om even te checken of ze nog goed zijn. Altijd even handig voor jullie nu om even te checken hoe dik deze is, hoe groot die is. Kijk, qua diameter jongens, je hebt drie verschillende grote assen. Dus in principe is er maar één die daar overheen gaat. Maar qua dikte, om ervoor te zorgen dat het allemaal goed op elkaar aangesloten zit. Ja, zeg de cijfertjes maar, ik heb hem wel scherp, maar 0,2. En die ring die komt dus achter het koppelingshuis. Dus die gaat als eerste over de krukas. En dan dient hij eigenlijk als spacer jongens, zodat de twee tandwielen die op het koppelingshuis zitten natuurlijk precies gelijk zitten aan die twee zogezegd versnellingen die je daarna hebt. Nou, versnelling 1 erin jongens. Er hoeft verder geen extra spacer voor en dan vervolgens hebben we een ringetje.
De reden dat dus al nu de cilinder erop zit en kop en zo gemonteerd, is dat je natuurlijk nu gebruik kan maken van een zuigerstop om die goed aan te draaien. Op het moment, koppeling versnelling 1, M10, 25 Nm. Doe maar. Dus die zetten we eventjes nu op de grotere momentsleutel, zodat daar dopje 17 op kan. Opnieuw, kleine assistentie door middel van een vloeibare pakking voor extra afdichting. En opnieuw, we gaan hem toch niet direct starten, dus dat kan even rustig opdrogen voordat je de olie in doet. Op de kickstart as zit een vulring van 1 mm. Die gaat dus hier overheen. En een vulring van 0,5 mm. En die gaat daar bovenop. En dan kan de koppelingsdeksel op. Afhankelijk van of er meer ringen nodig zijn per as. Ja, dat ligt eraan wat er bij jou, bij je eigen brommer is. Maak dus gebruik, jongens, van die pasbussen om hem eerst netjes op beide kanten eigenlijk gewoon rechts en links recht te hebben. Dan weet je zeker dat het goed zit. Dan kan je hem er in principe al opduwen. Dan zit hij er al centraal op, jongens. En rechtop. En dan vervolgens kun je alle bouten erin duwen. Eerst een beetje kruislinks, jongens, weer aandraaien met de boutjes ook. Dus daar, daar en daar in het hoekje. En dan daar aan de bovenkant. Eén bout is langer dan alle andere, jongens. De rest is allemaal gelijk. En de lange gaat daar boven naast, ja, eigenlijk naast de blokophanging. Naast de bovenste blokophanging. Jongens, we hebben ook nieuwe pakkingen trouwens voor de spruitstukken. De A-kwaliteit zogezegd. Waarom? Omdat ze een stuk dikker zijn. En ik denk dat iedereen hier wel eens een gevecht mee heeft gehad om dit netjes echt dicht te hebben. Af te sluiten van de buitenwereld. Nou, geen probleem meer met deze A-kwaliteit versies. We gaan nu even dus het spruitstuk monteren met natuurlijk de membraan. Nou jongens, vervolgens natuurlijk wanneer het echt vast gaat, begin je het kruislinks vast te draaien. Wanneer je ook zeker weet dat het echt recht allemaal op elkaar zit. Nou jongens, we maken vervolgens het vliegwiel schoon. Super belangrijk natuurlijk dat de magneten in het vliegwiel schoon zijn. Want ja, daarmee maakt hij immers het contact, zeg maar, om natuurlijk met de spoelen te gaan vonken. Krijg je het niet direct schoon gewoon door met remreiniger of whatever schoon te maken. Pak gewoon even een klein schuurpapiertje, niet al te grove korrel. En schuur het gewoon eigenlijk even een beetje schoon. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ontsteking. Nou, wij hebben vervolgens een brom setup, jongens. Dus dat betekent dat wij moeten gaan werken natuurlijk met de twee streepjes. En het enkele streepje op de grondplaat. Nou jongens, je kunt natuurlijk een nieuwe ontsteking kopen. Een imitatie ontsteking kopen. Maar als dat dezelfde is als een originele, zet de boel gewoon over op je oude grondplaat. Heb je mooi het streepje ook qua timing. En dan heb je ook gelijk je nieuwe spoelen. Kan je het gewoon weer afstellen op snor of brom. Als je een ontsteking met een pick-up hebt, dan kan het natuurlijk niet. Speedje, jongens, is natuurlijk maar een heel dun pinnetje. Vergeet die niet of bij te bestellen of zeker weten goed op te slaan ergens. Want dat is echt zo'n klein dingetje. Die raak je zo kwijt. En dan vervolgens heb je natuurlijk een gleuf in je vliegwiel zitten. Zet je natuurlijk gelijk aan die speed en dan schuif je hem eroverheen. En dat voel je natuurlijk ook gelijk. Want één, hij gaat er rechtop. En twee, je kan gelijk, je voelt gewoon dat je de zuiger in en weer beweegt. Nou jongens, om het vast te zetten, we hebben hier geen lucht, gebruiken we gewoon een zuigerstop. Wat sowieso voor iedereen veel gebruikelijker is en makkelijk ook thuis te hebben. Je draait eerst de zuigerstop erin en vervolgens draai je aan het vliegwiel om ervoor te zorgen dat die met de zuiger tegen de zuigerstop aankomt. Nou, om dit natuurlijk zo netjes mogelijk vast te zetten, gebruiken we natuurlijk een momentsleutel.
Wij gebruiken nu dit keer, jongens, voor de zekerheid eigenlijk, een moer met kering. Waarom? Ja, het gebeurt nog wel eens dat er hier tussen die kering en die ring dus olievrij kan komen. Dat zou je dus nog extra kunnen afsluiten door deze moer te gebruiken bij het monteren van je voortandwiel. Daarnaast hebben we natuurlijk deze ring nodig, die één daar borgt en daar ook, want die twee randjes die gaan we krom slaan. En zo dicht gaat hij dan over die as al heen. Nou, snappen jullie dus ook wel dat het daar tussenin dus echt gewoon niks meer kan komen. Er zijn dus drie plekken, jongens, waar dus lekkage zou kunnen zijn als jij denkt, hey shit, er komt daar olie vrij. Dat zou dus die achterste grote kering natuurlijk kunnen zijn. Het kan de bus zijn die daar tussenin zit, die gesleten, versleten is, ingesleten is, waardoor daar te veel ruimte zit. Of dus hier bij de moer. Dan hebben we een machtig dikke pijpsleutel. Ook te kopen bij ons op de webshop natuurlijk, voor het voortandwiel. Want die moer is groot en heeft natuurlijk de as van je kickstarter voor zitten. Dus ja, weinig mogelijkheden behalve dit. Dus het is natuurlijk een klein beetje een lompe methode, maar er is ook niet echt veel optie behalve dit. Mits je natuurlijk hem al hebt vastzitten, je complete blok aan je brommer, tandwiel al op je ketting. En dan vervolgens zou je hem natuurlijk kunnen blokkeren met je achterwiel. Los zou dit de optie zijn en daarnaast borg je hem, natuurlijk met die ring. Dus ja, dan weet je natuurlijk sowieso al zeker dat die vast zit. Nou, daar gaan we dus, jongens. Wanneer die dus vast zit, kan je die twee zijkanten dus gaan omslaan. Schroeven draaien erachter, een hamertje tik, kickstart monteren en kickstart veer. Je hebt hier natuurlijk een klipje, een haakje, jongens. Daar moet hij achter met zijn ene kant, de recht naar beneden staande kant. De uitstekende kant, die steek je dus met het stukje, met het pinnetje naar buiten. Want dan kan die vervolgens op het blokje van de kickstart. Dat gaatje. Nou, hij bungelt er nu een soort van blij tussenin. Niet druk overmaken. Hij gaat namelijk natuurlijk daarna over de as heen, dus dan wordt die op zijn plek gehouden door de as en opgespannen door de clip. Deze is ietsje minder groot, hoger, breder dan een nieuw model. Het idee, zoals je ziet, is precies hetzelfde. Dit is een oud model deksel en deze zal dan dus gaan in een nieuw model deksel. Je hebt hier vervolgens nog een veertje en een pinnetje. Vet die een klein beetje in. Die zetten in je kickstart. Vergeet die er niet in te doen, want anders dan schuift hij natuurlijk niet netjes van de ene stand naar de andere stand. Van ingeklapt naar kicken. Kickstartspier er doorheen aan de onderkant, jongens. Want vervolgens doe je met ring en moeren er verder intrekken door aan te draaien aan de bovenkant. Dit is ook weer, jongens, M7. Niet te vergeten. En dit was het dan, jongens. Nou, zoals je ziet, het hele blokje zit in elkaar met spruitstuk en cilinder en ontsteking en koppeling. Alles zit erop, dus het kan gemonteerd worden en daarna kunnen we weer gave testvideo's doen. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden en druk op die bel. Krijg jij een notificatie wanneer... Krijg jij een notificatie wanneer wij weer uploaden. Later!